Goedemiddag, ik ben Peggy Mees. Ik ben 23 jaar en ik kom uit Nijmegen. 3 jaar terug heb ik meegedaan aan het Nationaal Songfestival. Ik ben het helaas niet gehoord, het heeft Sineke gewonnen. Ja, ik ben weg van jou, echt stapelgek van jou. Ik voel me vrij blij, kijk fantastisch bij jou. Tegenwoordig werk ik. Ik werk bij mijn oom en tante op de markt. Ja, want het levenslied is niet het enige typisch Hollandse product waar Peggy haar geld mee verdient. Ja, 20 maart. Ik heb al een aantal keren iets geprobeerd. Dat is het net niet geworden. Misschien dat ik ook net niet ben wat ze zochten. Maar het is, ik blijf gewoon net zo lang doorgaan tot er iemand zegt, jij bent wat ik zoek. En ja, daarom doe ik ook mee aan bloed, zweet en tranen. Zo, nou, ik ga naar huis. Ik heb opa en oma uitgenodigd voor de koffie en nu leg ik kaas voor ze mee. Dus wat gezellig. Nou, dit is de tuin van mijn ouders en welkom. Mexico, Mexico. Het is allemaal Mexico, ja. In de zomer zitten we hier vaak, lekker barbecue, lekker grillen. En ja, dan waren we ons gewoon in Mexico natuurlijk. Mexico, Mexico. Kijk eens, hallo. Het is mooi, hè? Dan kan het nog veel komen. Ah, ik heb lekker blokje kaas voor jullie meegenomen. Mensen, hier te wachten. Oh, nee. Dit zijn mijn grootouders, oma Nel, opa Henk en ja, dit zijn mijn allergrootste fans. Nu dat ze hier weer aan mij doet, en het is wel een groot ding wat er gaat gebeuren. En dan hoop ik echt dat ze een klapper maakt, dat ze ook eens een keertje doorbreekt. Want het is elke keer zo'n klein stukje, zo elke keer net niet. Mijn droom is om een hele grote ster te worden en gewoon te leven van de muziek. En gewoon iedere dag mijn droom te leven. Hij pakt de architect je best, ja. Je kent het. En laat op het hot op je huis. Doei, doei. Doei, doei. Gaat ons zingende kaasmeisje een van de heren uit die veilige hotseat zingen? Nou, daar gaan we dan. Dit is Peggy's grote, allesbeslissende moment. Ik moet eerlijk zeggen, ik ken het persoonlijk niet, maar ik heb wel veel over haar gehoord. Peggy Mees. Ik ben Peggy Mees. Uit Nijmegen. Wat ga je zo direct voor ons zingen, lieve schat? Sla je arm om me heen. Ach, heerlijk, van Bonnie. Succes, zet hem op. Dankjewel. Kom op, meisje. Dit wordt het. Eindelijk een keer net wil, hè, nu. Ja, ja. Dat is hopen. Het is stil hier vannacht. Maar ik slaap niet, ik wacht. Lang duren uren als jij er niet bent. Wel zuiver. Denkend waarom. Draai me honderd keer om. Ik bijt in mijn kussen en kijk naar mijn hand. Net als een kind in het donker zo bang. Ik wacht. Jammer, kut. Heel jammer. Dan neem ik de deken en denk een moment. Even heel leven of jij er weer bent. Sla je arm om me heen. Laat me nooit meer alleen. Wees lief, hou me vast, want de nacht is zo koud. Sla je arm om me heen. Ja, je hebt nog lang gezeten, of niet? Ja. Is goed. Dat je nog van me houdt. Fantastisch, hè? Waarom hebben wij niet gedrukt? Dat komt gewoon omdat mijn lieve collega's in de overkant gewoon tamelijk snel waren. Maar wat een stem, hè? Ja. Topper. Moet je zeggen, ik heb het liedje ooit heel lang geleden nog samen met haar gedaan. Het is loei en loei hoog, maar dat ging jou zo makkelijk af. Ik werd er ontzettend blij van en ik zeg alleen nog één keer, het is heel jammer dat ik niet gedrukt heb, maar ik heb ervan genoten. Dankjewel. Absoluut. Wat een ongelooflijk voorbeeld ben jij voor meiden, zangeressen zoals ik. Dankjewel. Ik vind het zo leuk om naar jou te kijken. Je staat daar en doet je ding en je bent helemaal leuk gewoon. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, Peggy, ik was wel op tijd. Jij begon heel laag en dat deed je ook heel mooi.
En dan moeten natuurlijk ook de hoge stukken mooi worden. En ja, je hebt me gelukkig niet teleurgesteld. En ik ben onwijs blij dat jij bij ons in het team zit. Zeker. Ik ook. Je bent een lekkere verschijning, je song zuiver. Je eindnoot, een prachtige eigen interpretatie. Lieve schat, wij zijn hartstikke blij. Jammer voor Dario, die helaas voor jou plaats moet maken op onze hot seat. Je bent welkom. Peggy, dankjewel schat. Dankjewel. Dankjewel. Terecht. Gewoon terecht, klasse. Ja. Gewoon eerlijk, hou ik van je. Het is echt leuk om dat te staan. Het moet een keer gebeuren. Ja, zeker. Ja, wie weet met dit programma. Heel veel succes. En zitten blijven jij, hè? Dat is wel de bedoeling, ja. En daar zit Peggy in de hot seat. Maar voor hoe lang?